wilt u wat ijs? Hier is ijs. En ik knijp hem voor u. Hoi lieve onderfamilie en welkom weer bij een hele nieuwe Leuk of Meuk. Wat leuk dat jullie er weer zijn vandaag, gezellig. Hartstikke cool, hartstikke leuk. Oh, kus. Het is vandaag natuurlijk weer tijd om wat nieuws te testen en het begint natuurlijk een beetje zomer te worden. Lekker weer, zonnetje en dan is het tijd voor ijs. Want dan is het warm en willen we verkoeling, hè? Schatje? Oeh, ik krijg zomaar een heel lief kusje van jou. Dan krijg je van mij een kusje terug. Ik heb vandaag de Chill Factor Ice Cream Maker voor jullie. En het ziet er ten eerste al gewoon prachtig uit. Het is gewoon een heel mooi ijshondje met een kwak ijs erop. En hier zie je nog wat rood. Volgens mij is dat aardbei, moet dat voorstellen. Aardbeiensaus of zo. Maar hij ziet er heel erg schattig uit. En hier kunnen we dus serieus ijs mee gaan maken vandaag. Nu heb ik deze echt al een hele tijd geleden gekocht bij de Bart Smit voor een tientje. Dus dat is niet zo heel erg duur. Volgens mij was die destijds in de aanbieding. Maar ik ga eens even kijken waar je momenteel kan kopen en voor wat voor prijs. Want aangezien het destijds een aanbieding was, denk ik dat de prijs nu ietsjes anders is. Oeh, oh jee. Oh, ik zie hem nu op bol.com en hij varieert van 16 tot 20 euro. Dus ik heb toen best wel geluk gehad dat hij toen zo goedkoop was. En hier zie je dus hoe het werkt. Je plaatst gewoon de beker in de vriezer. Wat we daarna nog wel eventjes moeten doen is op zoek naar lekkere ingrediënten. Die moet je vervolgens afmeten, in de beker gieten. En dan als het goed is moet je gewoon een beetje schudden en knijpen. En dan is je ijs gewoon klaar. Zo simpel is het. Ik zie hier dat ze hem in twee verschillende kleuren verkopen. In chocoladekleur en aardbeienkleur. En wij hebben het gezellige aardbeienkleurtje zoals ik net al had laten zien. Geen rommel, geen gedoe. Werkt zonder stroom, batterij of krachtinspanning. Je maakt van gewone ingrediënten razendsnel bijzondere en overheerlijke ijsjes. Het lijkt me serieus best wel sterk dat zoiets gewoon echt ontzettend goed werkt. Ik bedoel, het is eigenlijk maar gewoon een beker. Je zet het in de vriezer en daarna gooi je er wat bij. En dan moet je knijpen en een beetje schudden. En dan komt er wat uit. Het lijkt en het klinkt eigenlijk iets te mooi om waar te zijn of zo. Maar ja, daar gaan we achter komen. Ik ga de doos maar eens eventjes openmaken en kijken wat hier nou eigenlijk allemaal in zit. Auw, mijn vinger. Oké. Dit is het eerste wat we zien. We zien de aardbeientopping. Daar komt hij hoor. Wow, hij is zo leuk. Wauw. Oh, wauw, dit had ik niet verwacht. Ik had serieus verwacht dat die hard zou zijn, van hard plastic. Maar je kan het dus gewoon indrukken. Oh, vandaar dat het er natuurlijk ook staat dat je erin moet knijpen. Maar dit had ik gewoon niet verwacht. Oh, raar. Moet je kijken hoe dat er van binnen uitziet. Heel gek. Een cucaracha. Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar het slaat gewoon drie keer nergens op. Ik vind het echt heel apart, gewoon omdat hij zo raar voelt. Ik bedoel, ik heb nog nooit in een ijshoorntje kunnen knijpen zonder dat hij echt in duizend stukjes valt. Dus het is wel heel erg geinig op zich. Het is niet de bedoeling dat je ermee gooit, Diel. Dan zit er nog wat in. Dit is het rietje met een lepeltje. Die zijn altijd super handig. Hier zit dan een gaatje in waar je uit kan drinken. Ik kan er dus ook uit scheppen. En als je de aardbeientopping er vanaf draait, dan kun je er volgens mij zo uit eten. Dat is denk ik de bedoeling. Ik weet het niet zeker hoor. Maar superleuk. Samen met het jurkje voel ik me echt een beetje zo'n ijsmeisje. Noem je dat zo? Een ijsmeisje? Ik weet niet. Maar het is gewoon echt zo van, hallo, wilt u wat ijs? Hier is ijs. En ik knijp hem voor u. En toen viel uw ijsje uit elkaar. Ken je dat? Dat je echt gewoon ineens uit het niets gewoon echt hele dikke jeuk krijgt. Dat je echt zo moet krabben of iets moet doen. Want anders word je helemaal lijp. Nou, dat had ik dus. Mijn ijsje. Nou, ik krijg hem er dus gewoon niet op. Dit is echt vreemd. Ik probeer hem nu dus ook echt terug te draaien. En volgens mij is dat nu wel... Ja, nu is dat gelukt. Eindelijk. Hehe. Dan zitten er nog wat papiertjes in de doos. En dan gaan we eens even kijken wat dit allemaal te betekenen heeft. Oh, leuk! Dit zijn ingrediënten, jongens. Oké, we kunnen chocoladekoekjesijs maken, aardbeienijs of bananenijs. Ananas kokosijs, stoofpeertjesijs, bosvruchtenijs of frambozenijs. Oh my god, wat moeten we nou doen? Laten we bij het thema blijven en voor de aardbeienijs gaan. Daar hebben we het volgende voor nodig. Aardbeien, Grieks yoghurt en poedersuiker. Dus dat is gewoon super easy en makkelijk. Dus ik ga straks maar eventjes naar de supermarkt dat kopen. Maar eerst zetten we natuurlijk even de beker in de vriezer, zoals is uitgelegd. Want anders kunnen we hier helemaal niks mee doen. Op naar de vriezer. Die doen we even overnieuw.
op naar de vriezer. Hehe. Nou, ik zit klaar. Ik heb alle ingrediënten gekocht en weet ik veel, yoghurt, aardbeidjes. Hier heb ik het receptenboekje. En gaan we maar eens even kijken wat we moeten doen. De ijsbeker heb ik nog niet uit de vriezer gehaald, want die moet echt zo koud mogelijk zijn, denk ik. Dus ik dacht, die haal ik er echt op het laatste moment uit als ik de aardbeidjes heb gesneden. En als alles echt klaar staat. Dan kunnen we gewoon direct beginnen en dan blijft die tenminste gewoon koud. Nou, we hebben 75 milliliter yoghurt nodig en 50 gram aardbeien. Nou heb ik dus echt geen idee hoeveel gram dit is. En ik heb ook geen keukenweegschaal, dus ik doe het maar gewoon een beetje op gevoel. Ik zie trouwens dat je de aardbeien met een vork moet pureren in de deksel, dus dat we het in principe niet in stukjes hoeven te snijden. Kroontjes eraf. Nou, zover zijn we nu. Ik denk dat dit wel zo ongeveer genoeg is. En dit moeten we dus gaan fijn pureren. Echt zo ontzettend lekker. Nou, we hebben hier het aardbeiendrapje en dan gaan we volgens mij nu, even kijken, de yoghurt erbij doen. Het staat hier dat je Griekse yoghurt moet gebruiken. Nou, ik heb dus de Griekse yoghurt, dus het komt helemaal goed. Dat scheppen we er gewoon maar bij. Zoiets. En dan moet je dat weer gaan mengen. Het ziet er echt al wel heel erg lekker uit. Dit zou ik zo zeg maar al wel heel erg graag willen eten. Oeh! En als laatste was het 1 à 2 lepels poedersuiker. We doen het gewoon zo erbij. Weer roeren. Kan het niet gewoon voor één keer even netjes blijven alsjeblieft? Nou ben ik er helemaal klaar voor. Ik heb mijn ingrediënten, ik heb het mengseltje. En nu moeten we dat in de ice cream maker gieten. Schudden, knijpen, totdat het ijs klaar is. Dus ik ga hem halen. Ik ben heel erg benieuwd wat dit teweeg gaat brengen. Nou, hier is hij dan. Helemaal bevroren en wel. We gaan maar niet te lang wachten, want hoe langer het duurt, hoe warmer hij weer wordt. En hij moet eigenlijk echt zo koud en bevroren mogelijk zijn. Dus het is het moment dat we het mengsel hier maar eens in gaan doen. Het ziet er al wel echt uit als heel lekker aardbeienijs als je dit zo ziet. Oh. Hij zit nu vol en dit is het moment dat we hem moeten gaan schudden. En dat we daarna in de ijsmaker moeten gaan knijpen. Ik heb niet het idee dat het echt iets doet, dat schudden. Echt een beetje bang dat het niet gaat werken ofzo. Dan moeten we vanaf nu erin gaan knijpen en wachten totdat het dan echt ijs wordt. Ik zit even te kijken in de gebruiksaanwijzing of ik wellicht wat fout heb gedaan, omdat ik het gevoel heb alsof er niet heel erg veel gebeurt. De beker had in ieder geval 4 tot 6 uur in de vriezer moeten liggen. Het is nu 8 uur 's avonds en ik heb hem om 3 uur 's middags erin gedaan. Dus hij heeft er ook echt 5 uur in gelegen. Dus daarin heb ik gewoon helemaal niks verkeerd gedaan. Ik ben nu al echt wel een paar minuten aan het kneden en het zou nu onderhand wel ijs moeten zijn. Dus ik ben benieuwd. We gaan eens eventjes testen wat hier nou eigenlijk uit is gekomen. Nou, het is een heleboel, maar ijs is het niet. Je kan alles zeggen wat je wil. Ik heb niks verkeerd gedaan. Ik heb alles volgens de gebruiksaanwijzing gedaan. Ingrediënten waren precies zoals de gebruiksaanwijzing. Dus dit is natuurlijk gewoon een beetje poep. Het is geen ijs, potverdikkie. Ik had hier echt oprecht op gehoopt. Meh. Misschien proberen vanuit de onderste laag te pakken. Misschien dat die het goed heeft gedaan. Nee, ook niet. Je kan het dopje erop draaien, dan lijkt het tenminste ijs. Maar dit is geen ijs. En ik ben boos en verdrietig en teleurgesteld. Waarom heb ik geen ijs? Ik zit nog een beetje te graven. Even kijken of er aan de onderkant misschien ijsklontjes. Nee, niks, noppes, nada. Nou, één voordeel, kan het er tenminste wel uitdrinken. Ja!
Wat moet je er nou mee, jongens? Het heeft niet echt veel gedaan. Ik heb echt net nog eventjes uitgebreid in de beschrijving gekeken of ik misschien iets fout gedaan zou hebben. Maar ik kon echt helemaal niks vinden. Hij moest echt 4 tot 6 uur in de vriezer. Heb ik gedaan. Ingrediënten heb ik perfect gevolgd. Gebruiksaanwijzing perfect gevolgd. Hij heeft het gewoon niet gedaan. En dat is jammer. Heel erg jammer, want ja, als iets het niet doet, dan zit er maar 1 ding op. En dat is deze ice cream maker een dikke meuk te geven. Sorry, je ziet er echt super leuk uit en je voelt heel lekker. En wat dat betreft werk je heel therapeutisch, maar nee, je werkt niet. Ik wilde ijs en ik kreeg een milkshake. Het is gewoon super jammer. Ik kan jullie wel eventjes laten zien hoe het nou eigenlijk geworden is. Er zaten zelfs niet een heel klein beetje ijsklontjes in. Het is gewoon een drap gebleven. Niets meer en niets minder dan dat. Wordt echt blij gemaakt met een dooie mus. In dit geval een paar dooie aardbeien met Griekse yoghurt. Misschien heb je deze ook en werkt die bij jou wel. En weet je wat ik heb fout gedaan in dat geval? Moet je het zeker eventjes onder in de reactie zetten. Want ja, ik vind het wel zonde. Stel dat ik nou echt iets fout heb gedaan, dan zou ik het nog wel een kans geven. Dus laat het gewoon achter. En voor de rest is daar alles wel mee gezegd vandaag. Het is jammer, het is een meuk. Maar in tegenstelling tot jullie, jullie zijn wel hartstikke leuk. En vond je deze video nou leuk? Doe dan even een hele dikke duim omhoog en geef deze video een dikke leuk. En ben je nog niet geabonneerd, dan moet je dat zeker eventjes doen. Ik zie jullie aankomende zondag weer met een hele nieuwe en hele speciale weekvlog, want ik ben deze week naar LA geweest. Het zal dan ook een 2-delige weekvlog zijn, dus op zondag komt er een stuk en op maandag komt er een stuk. Dus dubbel zoveel plezier. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken. Maak er een heel leuk weekend van. Tot zondag in ieder geval. Toedeledokie. Dikke doei. Ciao Bella. Dag. Tot ziens. Doeg.